Het is dinsdag 19 november. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Leerlingen gesloten basisschool Timon in Rotterdam-Charlo zoeken nieuwe school. Hoge geldboete Rotterdamse fotograaf voor gebruik drone en bewoners verzorgingshuis Voornestein-Hellevoetsluis op de barricade. En alvast kort het weer voor morgen. Het aldus. Woensdagochtend ziet er prima uit. De zon heeft zelfs eerst nog de ruimte. Maar in de loop van de dag zal de bewolking gaan toenemen. Later in de middag gaat het ook vanuit het westen regenen. Temperaturen komen niet veel hoger uit dan zo'n 5 à 6 graden. En aan zee neemt de zuidwestenwind toe tot krachtig een windkracht 6. Nou, zometeen kom ik graag bij u terug. En dan kijken we natuurlijk naar de vooruitzichten. Tot zometeen. De evangelische basisschool Timon in Rotterdam-Charloos gaat per 1 januari dicht. Reden is een conflict tussen de directie en het bestuur, waardoor ook het docententeam opstapte. De onderwijsinspectie vindt dat op de school een onveilige situatie bestaat en dat het onderwijs ver onder de maat is. De 63 scholieren zullen worden verdeeld over andere scholen. In juni concludeerde de inspectie nog dat het onderwijs op de evangelische basisschool voldoende was. Maar door een conflict tussen de directrice en het overkoepelende bestuur is de school binnen een paar maanden tijd om zeep geholpen. Op het inhaalbedrag is de directrice geschorst, niet gemeld. De vrijdag was ze er en de maandag was ze er niet meer. En dan gingen de kinderen zeiden van de directrice is weg, de directrice is weg. Dus iedereen vroeg zich af waarom en zo. En toen waren alle juffen er gewoon en stond er opeens een andere juf voor de klas die we niet kenden. Waarom de directrice is weggestuurd blijft onduidelijk, maar een aantal docenten was solidair en stapte ook op. De invallers konden een chaos niet voorkomen. Was het een leuke school? Ja, best wel ja. Alleen toen de directrice wegging was het niet zo leuk. De inspectie is geweest en heeft daar geconstateerd dat daar van veel sprake was, maar van onderwijs niet zo heel erg veel terecht kwam. Agressie tussen leerlingen, leerkrachten die dat eigenlijk niet aankonden, die dat niet konden handelen. Een aantal leerkrachten die ook helemaal geen bevoegdheid hadden om voor de klas te staan. De Timon School startte in 2010. De toekomst was al ongewis omdat een school binnen 5 jaar 300 scholieren moet hebben om open te mogen blijven. Er zitten nu maar 63 kinderen op. Zij moeten op zoek naar een andere, liefst christelijke school. Dit was de enige evangelische basisschool in Rotterdam, maar natuurlijk wel christelijke basisscholen, die zijn er volop. Ook in Rotterdam-Zuid. En die schoolbesturen zijn ook zeer betrokken en die zetten ook echt hun schouders eronder om te zorgen dat deze kinderen zo snel mogelijk een plek krijgen op een goede school. En dat vind ik echt niet leuk, want hier heb ik leren voetballen en zo. En leren. Ik heb geleerd hoe ik bijvoorbeeld moet werken met veel kinderen en zo. Dus ik heb heel veel wel geleerd daar hiervan. De 47-jarige man die was aangehouden voor de bedreiging van de Rotterdamse wethouder Hamid Karakouche is weer vrijgelaten. De officier van justitie die het onderzoek leidt vindt dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om de man nog langer vast te houden. Hamid Karakouche, hier op de avond dat hij werd gekozen tot lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, wordt sinds begin vorige week beveiligd. Bij de politie was informatie binnengekomen dat de 47-jarige man de wethouder om het leven wilde laten brengen. De man zou al langer in de clinch liggen met Karakouche. Het conflict zou gaan om een pand. Maar het onderzoek van justitie heeft tot nu toe dus geen strafbare feiten opgeleverd. De bejaarde bewoners van verzorgingshuis Voornestein in Hellevoetsluis zijn woest. Woest vanwege de voorgenomen sluiting in 2017. Het gebouw voldoet volgens zorgaanbieder Karijn niet meer aan de moderne eisen. Maar voor de bewoners is de strijd nog niet gestreden. Get up, stand up. Stand up for your right. De boze bewoners van verzorgingshuis Voornestein geven de moed niet op. Door middel van spandoeken uiten ze hun ongenoegen over de dreigende sluiting. Ook zijn de ouderen handtekeningenactie gestart. Ik ben boos omdat ze ons als oudere mensen zo in een hoek duwen. Daar ben ik heel boos om. Terwijl wij hier ontzettend leuk met elkaar hebben. Wij zijn één grote familie. Wat betekent dit huis voor u? Alles. Alles. Een stukje veiligheid, een stukje verzorging en een stukje liefde. Ook Henk van der Gaarde maakt zich hard voor de bewoners. Dit pand, met deze geweldige functie die we nu hebben, dat wil je dan gaan sluiten nu? Nou, dat is eigenlijk voor ons onvoorstelbaar. Deze mensen die drinken met elkaar koffie, eten met elkaar tussen de middag warm in de zaal.
En die worden nu gewoon uit elkaar gehaald. De bewoners zijn bereid tot het uiterste te gaan. We gaan een ketting om voor in de steen leggen en we ketenen ons allemaal aan vast. Iedereen. Oud worden is een wonder, maar oud zijn, dat heeft gedonder. Volgens zorgaanbieder Karijn is de voorgenomen sluiting van Voornestein nodig, omdat het gebouw oud is. En daar komt nog bij dat ouderen door het regeringsbeleid steeds langer thuis zullen blijven wonen. Daardoor komen volgens Karijn kamers leeg te staan. Voornestein is, zoals wij dat zeggen, niet meer toekomstbestendig. En ik zal proberen te schetsen wat dat is. Kleine appartementen, sanitair dat gedateerd is, lange gangen, kleine liftjes. Ja, voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De bewoners voelen zich één familie, willen graag bij elkaar blijven. In hoeverre is dat mogelijk? Ik denk dat dat lastig is. Want we spreken over 80 bewoners. Die kunnen we moeilijk allemaal uitplaatsen naar een andere locatie. En er moet eerst echt sprake zijn van een meer dan grote leegstand. En een situatie die nou, minder leefgenot geeft. Dan pas gaan we het erover om Voornestein te sluiten. Niet eerder. De straf die Anthony K. heeft gekregen voor het doden en misbruiken van Jennifer van Oostende uit Rotterdam is definitief. Het Openbaar Ministerie en de advocaat van K. stappen niet naar de Hoge Raad. Dat betekent dat Anthony K. voor 20 jaar achter de tralies verdwijnt. De toen 10-jarige Jennifer verdween in oktober 2011. Na een aantal dagen werd zij doodgevonden in de woning van Anthony K. aan de Boergroense straat in Rotterdam-Zuid. Het OM wilde hem 30 jaar in de cel, maar hij werd vrijgesproken van moord en verkrachting. K. zit nu vast voor doodslag en seksueel misbruik. En zometeen maakt u kennis met het meisje met misschien wel de mooiste ogen van Nederland. De officier van justitie in Boekarest heeft 18 jaar celstraf geëist tegen een van de hoofdverdachten van de diefstal van schilderijen uit de Rotterdamse kunsthal. Verdachte Radu Dogaru heeft volledig bekend. Waarschijnlijk doet de rechter volgende week uitspraak. In oktober vorig jaar werden 7 schilderijen uit de kunsthal gestolen die samen tientallen miljoenen waard zijn. Het ging om schilderijen van onder andere Picasso, Matisse en Monet. De kunstroof bleek het werk te zijn van een Roemeense bende. Verdachte Dogaru zou met een andere man de schilderijen uit de kunsthal hebben weggehaald. De zaak tegen 5 andere verdachten is uitgesteld. Skyvision uit Heinenoord krijgt als eerste bedrijf in Nederland permanente toestemming om met onbemande vliegtuigjes te vliegen. Nu is het nog zo dat voor iedere vlucht een aparte ontheffing moet worden aangevraagd. Sinds 1 juli is het verboden om zonder toestemming met een drone te vliegen. En dat ondervond ook persfotograaf Roel Dijkstra uit Vlaardingen. Kijk, op het moment dat ik nu luchtfoto's moet maken, dan moet ik een dure Cessna huren. En hier kan ik er even iets meer mee. €7800. Zo hoog is de boete die de Vlaardingse persfotograaf boven het hoofd hangt. Hij werd kort na 1 juli door de politie op de bon geslingerd toen hij zijn zelfgebouwde drone bij een afzetting aan het testen was. Ik begrijp wel dat de politie zich mogelijk in de geheime vak aangetast voelt. Maar ja, ik in de flat er tegenover gestaan maak hetzelfde beeld. Door de wildgroei van drones en de toenemende verkoop van mini-helikopters bij speelgoedwinkels kwam de veiligheid in de knoei. En dus werden halverwege dit jaar de regels verscherpt. Gecertificeerde piloten, gecertificeerde systemen en je houden aan bepaalde regels. Dat houdt in, je mag maar tot 120 meter hoog vliegen, 150 meter van aaneengesloten bebouwing en je moet altijd met 3 personen aanwezig zijn. Omdat er iets geregeld moet worden, dat geloof ik graag, maar niet op die manier. Skyvision is nu het eerste bedrijf in Nederland dat straks op ieder gewenst moment de lucht in kan om bijvoorbeeld hulpdiensten een paar extra ogen te bieden. Gelukkig zijn wij inmiddels zover dat wij wel toestemming krijgen van het ministerie. Waardoor wij zeg maar, heel snel ter plaatse ook in de lucht kunnen zijn bij calamiteiten. Is het een gewone inspectie, dan moeten wij ook gewoon voldoen aan de 5 dagen regel van het aanvragen van een notice to airmen.
en zijn we iets beperkter. Iedereen is dus gewaarschuwd en tref je nou een speelgoedhelikopter aan in de schoen bij de open haard, je mag er best mee vliegen. Als we ze maar laten vliegen op een modelbouwveldje bijvoorbeeld, of buiten de bebouwde kom op een 30 kilometer, in een 30 kilometer zone, maar wel ver gewoon van huizen en bebouwing af. In het centrum van Rotterdam deden vanmiddag 400 studenten van het Alberda College mee aan een mars voor de kinderrechten. Een kind heeft recht om gehoord te worden. De groep liep van het stadhuis op de Coolsingel naar het debatcentrum Arminius in het Museumpark. Daar gingen ze met elkaar in discussie. Met de mars wilden de studenten samen met hun docenten aandacht vragen voor kindermishandeling. Morgen gaan de studenten met wetenschappers in gesprek over kinderrechten. Voor de tweede keer maar liefst won de Rotterdamse jongleur Niels Duinker afgelopen week een van de belangrijkste awards voor variétéartiesten. Op zijn nachtkastje prijkt wederom de prestigieuze Amerikaanse Merlin Award. Niels Duinker zag op zijn 12e een jongleursact op tv en hij wist meteen dat hij jongleur wilde worden. Hij kocht wat attributen, begon met oefenen en van het een kwam het ander. Ik was 13 en toen was ik aan het oefenen in het plaatselijke speeltuintje. Toen zei iemand, ik heb een barbecue, wil je komen optreden? Ja, en toen dacht ik van, hé, dit is beter dan vakken vullen in de supermarkt. Hier verdien ik meer mee, het is leuker en nooit meer gestopt. En gelukkig maar, want afgelopen week won hij in Amerika dus al voor de tweede keer een belangrijke award voor beste variétéartiest. Ja, dat is heel bijzonder. Je werkt 1 jaar heel hard en dan krijg je hem eindelijk. En het volgende jaar moet je nog zo hard werken, misschien nog wel harder. Om weer vooruitgang te tonen, dat je hem nog een keer kan krijgen. Dat je het waardig bent om de beste variétéartiest dan van het jaar te zijn. En voor degene die nog willen beginnen met jong leren, is hier een tip. Het belangrijkste is niet laten vallen. Feyenoord heeft vanmiddag opnieuw in het geheim geoefend. Dit keer was Jong FC Groningen de tegenstander. Feyenoord won in de Kuip met 4-1. En verslaggever Jan-Dirk Stouten was een van de weinige toeschouwers. Lex Immers, Samuel Armenteros, Elvis Manu en Ruud Vormer scoorden vanmiddag voor Feyenoord in deze bijzonder lege Kuip. Het blijft raar voetballen in een leeg stadion waar normaal een dikke 40.000 mensen zitten. Tegenstander was dus Jong FC Groningen, dat in de tweede helft een strafschop maakte, maar er ook eentje miste. Beter gezegd Ronald Graafland redde voor de club van Koeman, die niet in de dugout zat, maar vanaf de tribune toekeek naar zijn elftal. Zo langzamerhand een gewoonte om rondom Interlands een oefenwedstrijd te spelen met Feyenoord. Heel veel conclusies kunnen we niet trekken uit het spel van vanmiddag. Pelle was er weer bij, is zondag in Waalwijk terug na zijn schorsing. En Goossens, dat is wel aardig, speelde vandaag linksback, omdat Koeman daar zondag mogelijk een probleem heeft met de blessures van Martins Indy. En mogelijk nog van Nederland, die niet helemaal fit lijkt te zijn, zou Goossens ook zondag in competitieverband linksback kunnen spelen. Een niemandalletje dus vanmiddag, met 4-1 gewonnen in de aanloop naar een drietal erg belangrijke competitiewedstrijden. RKC, PSV en Heerenveen. En dan schakelen we naar de redactie. Daar staat Sinclair Bisschop al klaar voor het overige sportnieuws. Sinclair, het blijft maar onrustig hè, bij Sparta. Ja, dat kunnen we wel stellen, want in navolging van de supporters zijn nu ook enkele sponsors zeer ontevreden over en de prestaties, maar ook over het gevoerde beleid bij Sparta. En die sponsors overwegen om een signaal te geven om een financiële bijdrage die ze ieder jaar geven, zodat de Spartanen op trainingskamp kunnen, om die in te trekken. Je probeert de rust te bewaren en niet zozeer omdat ik de kritiek niet wil aanhoren. De kritiek vind ik heel terecht, dat gaat er niet over. Alleen het gaat er gewoon over dat ik het gewoon heel jammer vind dat de kritiek nu plaats gaat vinden en je een splitsing krijgt in Sparta mensen. En dat betekent dus dat er zijn sponsoren die boos zijn, maar er zijn sponsoren die niet boos zijn. Er zijn sponsoren die weer boos zijn op elkaar. Er zijn supporters boos, er zijn supporters niet boos. Er zijn supporters boos op elkaar voor de acties. Terwijl ik dat zonde vind, en daarom heb ik in het begin van het interview gezegd, ja, de prestaties zijn niet wat we graag willen. Misschien nog wel op de ranglijst, maar niet het spel. Daar ben ik hartstikke ontevreden over. Ja, dat is veel de discussie. Nou, dat wil niet zeggen dat dan de club in brand staat. De club zou in brand staan als we op de laatste plaats staan, als alles misgaat. En nogmaals, ik wil het niet bagatelliseren, want ik ben hartstikke ontevreden. Maar ik vind dat niet de club in brand staat. We zijn hard aan het werken. Maar proberen nou, en dat probeer ik hier uit te stralen, de ontevredenheid om te zetten naar een stukje positiviteit. In de zin van, we moeten het beter gaan worden. En we moeten vrijdag zo goed spelen dat het publiek achter ons gaat staan. Ja, we hebben een stukje krediet verloren. Dat snap ik heel goed.
Het hele interview met Wiljan Vloed is terug te vinden op onze website. Eindig ik met een bericht over de waterpolo-dames. Ze hebben een nieuwe bondscoach, dat is namelijk Rotterdammer Arno Havinga. En hij is de opvolger van de Italiaan Maugeri, die vandaag ontslagen werd. Dankjewel, Sinclair Bisschop. Het Rotterdamse café-restaurant De Ballentent is het beste café uit de regio. De Ballentent staat op nummer 22 in de top 100 van beste cafés in het hele land. De lijst wordt bijna 20 jaar samengesteld door een horecavakblad. Het is lunchtijd in De Ballentent aan de Parkade in Rotterdam. En die lunch verloopt zoals gewoonlijk. Er is weinig te merken van de toegekende prijs. Of het moet het vakblad zijn met erin de uitslag dat op de bar ligt. Is het de Rotterdamse nuchterheid? Alhoewel, ze zijn hier wel dik tevreden. Zelfs nu ze lager scoren dan het afgelopen jaar. We stonden op nummer 17. 2 jaar geleden stonden we ook op 22. Dus ja, we zijn regelmatig gestegen. Nu een kleine daling. Nou, we gaan er weer aan werken om te zorgen dat we volgend jaar weer naar die 17e plek toe gaan. Maar vanwaar die daling? Ja, als we dat zouden weten, ja. Maar dat staat niet in het juryrapport. Nee, dat staat niet in het juryrapport. We weten ook niet wie de jury is. Dus ja, misschien dat ze op een bepaalde dag zijn geweest dat het wat chaotisch of druk was geweest. Waardoor de aandacht wat minder was. Vindt u ervan dat dit café in de top 100 staat op nummer 22? Nou, dat hoort op zijn minst, ja. Ja, dat vind ik wel heel goed. Gezien de aantal cafés die er zijn, is het natuurlijk gewoon niet slecht. Opvallend in de top 100 van de beste cafés van het hele land is dat de regio niet erg prominent aanwezig is. Er zouden er wat meer uit, met name Zuid-Holland, kunnen staan. Want in de regio Rotterdam, Schiedam, Maassluis, Vlaardingen, Dordrecht, dat wordt allemaal niet genoemd. Ja. Wie heeft dat bepaald? Dat is een vakblad. Een vakblad? Dat hoort geen vakblad te heten, hoor, zou ik denken. Nee, we moeten nog een beetje op cursus denken. Cursus vakblad. Gefeliciteerd in ieder geval. En andere Rotterdamse zaken die in de top 100 staan zijn De Witte Aap, Wijnbar Jansen en Van Dijk en Dudok. Ze is pas 8 jaar oud en weet nu Nederland al te veroveren met haar prachtige, heldere ogen. Joelle Vliegendhart uit Roon. Ze zit nog op de basisschool, maar maakt grote kans op de titel De Mooiste Ogen van Nederland. 1200 kinderen deden mee aan de wedstrijd en Joelle zit inmiddels bij de laatste 10. Je zit bij de laatste 10 van De Mooiste Ogen van Nederland. Wat vind je daarvan? Best wel leuk. En vooral dat je daarmee een prijs kan winnen en dat er ook andere kinderen zijn. En waarom heb jij nou de mooiste ogen van Nederland? Omdat er verschillende kleuren door elkaar zijn. Het is een beetje groen, grijs, bruinachtig. De winnaar krijgt een professionele fotoshoot. Maar voor Joël is daar niets nieuws aan. Ik had er één in 2011 volgens mij en één in 2012. Soms kreeg ik er wel de kriebels in mijn buik van een beetje. Net zoals nu. Alle kinderen bij Joël in de klas zijn trots op haar. Natuurlijk hoopt iedereen dat ze wint. Maar dat geldt vooral voor haar beste vriendinnetje Carmen. Ik vind het heel knap dat ze durft mee te doen aan de wedstrijd. Ik merk wel dat sommige kinderen het heel leuk vinden dat Joelle meedoet aan de wedstrijd. Dan zeggen ze bijvoorbeeld dat Joelle echt hele mooie ogen heeft. En of dat ze het tof vinden dat ik meedoe of zo. Dat zegt zij vooral. Donderdag worden De Mooiste Ogen van Nederland bekendgemaakt. Tot die tijd kan er door iedereen op gestemd worden. Nou, donderdag heeft ze helemaal de kriebels in de buik, denk ik. En als u op Joelle wilt stemmen, kijk dan op Rijnmond.nl hoe dat moet. Dat was het. Meer nieuws vindt op Rijnmond.nl. Ik wens u nog een hele fijne dag verder.